Hello world. Vandaag ga ik Nederlands praten, want ik wil wat anders proberen. En vandaag ga ik het met jullie hebben over Holland's Next Topmodel. Want ik heb er een heleboel berichten over gekregen via Facebook en via mijn mail. En ik denk, beter maak ik gewoon een video erover. Ik heb net een drankje gehaald bij de toko. En het is energiedrank, dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Let's try it out. Doti! Drinkje! Ik en Bobby waren onderweg naar huis en ik wou even wat bloemen plukken. It's very nice. Kijk, kan je gewoon uit de natuur halen. Wat nou bloemen kopen als je ze gewoon kan plukken? En toen kwam er een klein kereltje op de fiets voorbij en die zei, dat mag niet, dat mag niet. En ik dacht van, dat mag wel, want anders gaat de grasmaaier eroverheen. En nu heb ik ze gewoon lekker hier staan. Ah, doet. Doet die trui. Is wel lekker. Je lekker. Lekker als een Red Bull. Ja, inderdaad. Maar terug waar ik het over wil hebben. Holland's Next Topmodel. Want heel veel mensen vroegen ook, waarom doe je mee? En what's up? En hoe gaat het dan? Hoe het is gegaan? Ik heb me een aantal maanden terug heb ik me ingeschreven. Rondom oktober, november. Je moest een aantal foto's uploaden. En je moest een aantal dingetjes intikken. Dus dat had ik gedaan. En ik heb in totaal 3 e-mails gehad. Waarvan ze zeiden, je bent door naar de volgende ronde. Nou is het vrij onduidelijk. Want je kon je later ook weer inschrijven voor de laatste selectie of zo. En er waren ook heel veel meiden daar die zeiden van, nou, ik heb me eergisteren ingeschreven en nu sta ik hier. Dus ik snap niet precies hoe het is gegaan, maar ik heb 3 e-mails gekregen met bevestiging, je bent door. En de derde mail was daadwerkelijk een uitnodiging van, kom naar Amsterdam voor de grote selectiedag. Dus ik naar Amsterdam en er stond een gigantische groep met meiden. Ongeveer 560 meiden stonden er buiten te wachten om naar binnen te gaan. We mochten per groepje naar binnen. En uiteindelijk kwam ik ook bij de deur terecht en ik mocht ook naar binnen. Toen moest ik eerst door een gang lopen. Ik heb mij ingeschreven als Suzy Fleur, dus ik moest bij de F gaan staan. En om me aan te melden, en dat was check, check, check. Vervolgens moest ik in een andere rij gaan staan voor een sticker. En die sticker die heb ik ook nog steeds. Dit was mijn sticker, mijn nummer. Vervolgens moest ik weer in een rij gaan staan en toen kreeg ik een formulier en een tabel dingetje erop waar ik moest staan, in welke rij en welk vakje en zo. We konden in de kantine een hapje eten en we konden ons omkleden op het toilet. Want het was heel belangrijk dat je zwarte shorts aan had en een witte crop top. Ik ging even wat spreken met wat andere modellen. Er was namelijk ook een meisje die had geen zwarte shorts. En ik had like 4 paar bij me, dus ze kon er eentje van mij lenen. Dus dat was wat chill. En vervolgens toen kwam er een dame met een microfoon en die zei van, nou, wat er nu gaat gebeuren is dat je hebt een nummer gekregen en een vakje en een hoekje en een locatie. Wat je gaat doen, je gaat zometeen in een gigantische soort van gymzaal ga je staan en dan moet je op zoek gaan naar jouw plek. Ik pik wel erg veel aandacht de laatste tijd, maar het is wel heel gezellig. Maar het is even tijd om te gaan, want ik ben even met mensen aan het praten. Of eigenlijk ben ik met mezelf aan het praten, maar... En toen konden we dus met z'n allen naar de grote zaal lopen. En dan was een soort stellage opgebouwd. Waar grote lampen op stonden. En die gingen zeg maar zo ronddraaien. En alles schijnwerpen en allemaal. Toen iedereen zijn plek had gevonden, toen was het eerst een heel lang stilstaan. Ik denk dat we 20 minuten lang hebben stilgestaan. En niks hebben gezegd. En we moesten gewoon strak vooruit kijken. Want de eerste camera-shots werden gemaakt. Je moest ook op hakken gaan. Dus het was lang stilstaan. Dan was ik blij dat ik een beetje Ik had mijn blokhakken aan. Dus dat was wat chill. Maar er waren ook meiden met stiletto's. Dus leuk, dat is niet fijn. En na de eerste opnames kwam Daphne tevoorschijn. Die stond helemaal erbovenop. Van haar moesten ook opnames gemaakt worden. Dus ze heeft ongeveer 4-5 keer gezegd, welkom bij Holland's Next Topmodel. Jullie zijn hier allemaal voor hetzelfde doel. Bla 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 bla. Er zijn hier nu een aantal mensen. Ze gaan hier rondlopen en ze gaan casten. Ze gaan kijken wie er eventueel geschikt is. Toen moesten we nog langer stilstaan en we zagen inderdaad die mensen van links vooraan. Zag ik ze zo beginnen te lopen. En toen liep er ook iemand langs mij en die vroeg mij hoe lang ik was. 1,75 zei ik en ze liep direct door. Dat duurde ongeveer ook 20 minuten voordat het klaar was. En toen was het moment daar. De eerste namen zouden genoemd worden. Als je naam genoemd wordt, dan zijn er 2 spotlights die op jou gaan schijnen. En dan moet je eventjes heel blij zijn, want je bent dan door.
Ik denk dat ik ongeveer een half uur heb stilgestaan voordat mijn naam werd opgenoemd. Ondertussen had ik het al lang opgegeven, want je staat zo lang stil. En er waren ook al meiden flauw gevallen, misschien door de zenuwen. En door de spanning en door het lange stilstaan op hakken. Maar mijn naam werd genoemd en daar was ik heel verrast over. En ik mocht weglopen en ik mocht zo achter de schermen daar gaan staan met de andere meiden die ook opgenoemd waren. Daarachter werden onze maat opgenomen. Dus mijn waist, mijn lengte, mijn bips, mijn voeten, mijn haren. Nee, dat niet. Toen dat geweest was, toen moesten we de catwalk op. Voordat ik de catwalk op moest, had ik Fred ontmoet. Die stond er al, die gaf me een hand. En het eerste wat hij zei, wat ik niet had verwacht. Hij vond mijn schoenen echt disgusting. Het was helemaal, oh wat een walgelijke schoenen. En waarom heb je die sokken aan? En dat kan echt niet. En ik dacht dat hij direct over mijn haar zou beginnen. Nou, het duurde niet lang en hij begon over mijn haar. Je moet wel weten dat waarschijnlijk alles eraf gaat. Dus dat was wel een shocker voor mij. Wat ik ook te horen kreeg is dat ik wel wat aan de dikkere kant was. Dus dat was niet zo heel fijn om te horen. Toen ik de catwalk opging en me omdraaide en weer terugliep. Toen zat Frank, die zat zo. En Tamara, die keek eigenlijk al weg. Die was al bezig met andere dingen. Dus blijkbaar was het niet zo goed. Anyways, aan de achtergrond hoorden we nog steeds dat er namen opgenoemd werden. En dat was ongeveer afgelopen nadat ik net terug was van de catwalk. Dus ik zag al die meiden op de grond zitten. En die hadden het eigenlijk al opgegeven van ja, we zitten er niet bij. En ik vond het wel sneu. Ze zaten daar vet lang. En voordat er werd gezegd van nou, jullie kunnen nu naar huis. Ze hebben daar echt heel lang op de grond gezeten. Gewacht van nou, wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou ja, toen werd er een pauze ingelast, dus alle meiden die door waren, maar ook alle meiden die niet door waren, konden even zich terugtrekken naar de kantine om even wat te eten. En de meiden die dus niet gekozen waren, die konden naar huis. Ik kwam dat meisje weer tegen, ik kreeg die broek van haar terug. Van nou, bedankt voor het lenen, maar ik zit er helaas niet bij. Ja, dat voelde wel een beetje dubbel of zo. Ik wist niet echt wat ik ervan moest vinden. Want het was ook een heel mooi meisje. Ze had rood haar, ze leek wel een beetje op mij in zekere zin. De meiden die door waren, die hadden allemaal lekker wat gegeten. En toen konden we weer terugkeren. Weer terug naar dat plekje waar ook de catwalk was. Ik kreeg wat make-up op. En vervolgens moest ik in de rij gaan staan voor een fotoshoot. Ik heb al wel vaker fotoshoots gedaan. Maar dit was zo under pressure. En ook met het zicht en het bijzijn van al die andere modellen die ook niks liever willen dan gewoon winnen. Toen we om ons heen aan het kijken waren van nou, wij zijn dus de meiden die allemaal door zijn. Er waren dus 80 namen opgenoemd voor de eerste dinges van het doorgaan naar de volgende ronde. Het was wel een dag vol met wachten en in de rij staan en met andere meiden praten. Natuurlijk waren er een heleboel meiden die aan mij vroegen van mag ik jouw haar aanraken? En weet je wel dat je haar eraf gaat? En ja, of course, natuurlijk weet ik dat. Nou, waren er heel veel meiden die, denk ik, een beetje aan het aasen waren van je haar gaat eraf, is dat niet verschrikkelijk? Toen iedereen geweest was met de fotoshoots, toen stonden we met een hele grote groep bij elkaar, met 80 man dus. En er werden namen opgenoemd, waardoor er uiteindelijk twee groepen ontstonden. En ik stond bij de groep met de namen die niet genoemd waren. Dus die groep met meiden die liepen de zaal uit. En wij stonden daar te wachten van, is dit nou goed nieuws of slecht nieuws? En eventjes later kwam er dus iemand naar ons toe en die vertelde van, nou gefeliciteerd, jullie zijn door. Jullie zijn tot zover goed bezig, gefeliciteerd. Dus wij direct, Vervolgens konden we weer naar de kantine, eventjes bijkletsen. Ik had Bobby even gebeld, ik had mama even gebeld. En helemaal, oh my god, oh my god. We konden onze spullen gaan pakken en naar een verdieping hoger gaan. Het was een gigantisch gebouw. En daar was een soort klaslokaal, kan ik het wel noemen. Met allemaal tafels vol met eten en drinken. Super chill, dus we hadden eindelijk een moment om even lekker te kanen. Want ik had gewoon een paar boterhammen bij me. Dus ik had wel zin in eventjes een muesli bar en wat was er nog meer? Chocoladekoekje. Super chill, dat was wel fijn geregeld. We moesten gaan wachten op interviews en dat was individueel en om de beurt. En in totaal waren er 3 juryleden waarmee je kon praten. En we waren met ongeveer 40 meiden over. En mijn naam werd opgenoemd, ik kon meelopen, ik ging naar een aparte kamer. En ze vroegen mij dingen als van waar ben je opgegroeid? Waarom wil je dit? Nadat dat interview klaar was, toen ging ik kon ik gewoon naar buiten. Ik had even doei gezegd tegen de andere modellen, want ondertussen je praat veel met elkaar. En ja, je begint toch al wel een beetje een soort band met elkaar op te scheppen. Zo van, jee, we zijn de laatste 560. Jee, we zijn de laatste 80. Jee, we zijn de laatste fucking 40. Dat is insane. Bijna 4 weken geleden dat ik die auditie heb gehad.
En ik had maandag had ik die mail gekregen van... Helaas zit je er niet bij, probeer het volgend jaar nog een keer. Ik was al een beetje hoop aan het vestigen dat ik erbij zou zitten, maar helaas. Maar ik praat er met veel mensen over. Ik vertel ook heel eerlijk van jongens, ik vind het wel lastig. Ik vind het ook lastig om te horen. Want ik hoor nooit van iemand van... joh, je bent wel wat aan de dikke kant. Ik hoor dat van niemand. En hun zijn de eerste die dat tegen mij zeggen. En hun zijn de professionals. Het kwam wel een beetje vreemd en lomp binnen bij mij. Maar ik heb het nu alweer los kunnen laten. En weet je, ik ben nu al zoveel leuke andere dingen aan het doen. Ik werk veel samen met Joël. En ik heb laatst een te gekke fotoshoot gedaan met Loes Gorseling. Jullie hebben misschien waarschijnlijk de video al wel gezien. Maar daar ben ik heel erg enthousiast over. Mochten jullie meer van dit soort bubble vlogs willen hebben. Of zijn jullie benieuwd naar andere dingen. Leave a thumbs up. En ik zal in de toekomst misschien vaker video's maken in het Nederlands. Want Nederlands is gewoon mijn taal en mijn Engels is gewoon lang niet zo sterk. En ik merk dat ik wat vlotter ben als ik gewoon Nederlands spreek. Dus wat vinden jullie ervan? Nederlands, Engels, ingewikkeld. Ik moet nu heel snel ophangen, want de camera is bijna leeg. Dus I will see you soon in a brand new video. Ciao, miau.